Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. Clubs en verenigingen krijgen nog dit jaar een extra subsidie als tegemoetkoming voor gestegen energielasten. Het is van groot belang dat clubs en verenigingen hun werk kunnen blijven doen. Het verenigingsleven is het sociale cement van onze dorpen, stelt wethouder Harry Bakker. Net als huishoudens zien de verenigingen hun stookkosten meer dan verdubbelen, zonder dat daar inkomsten tegenover staan, om die extra kosten te kunnen betalen. De snelste en meest praktische manier om de clubs te helpen is door de subsidie die ze krijgen nog een tweede keer uit te keren voor dit jaar. Als er verenigingen zijn die hier niet genoeg aan hebben, gaat de gemeente kijken waar ze maatwerk moeten leveren. Op de Nationale Boomfeestdag op 16 november is er door leerlingen, door de burgemeester en door de wethouders hard gewerkt aan vergroening van onze gemeente. Wethouder Jurgen Vissers stak met de leerlingen van basisschool De Lage Weide de handen uit de mouwen om het schoolplein te vergroenen. Ook was hij, samen met burgemeester De Kok en wethouder Lieke Schuitmaker, actief bij het Boerenburgerbos. Samen met leerlingen van basisschool De Stuifhoek en basisschool De Schittering werd geplant bij de kinderboomkwekerij aan de Zandstraat in Maden. Op 10 november werd in Lage Zwaluwe een goed bezochte netwerkbijeenkomst voor belangengroepen in de Biesbos gehouden. Het doel was om elkaar te ontmoeten in een gemeenschappelijke passie voor de Biesbos. De verschillende partijen luisterden naar verhalen over de Biesbos en discussieerden met elkaar. Er werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen en vooruitgekeken naar de rol van de Biesbos in de toekomst. Deze bijeenkomst vond plaats in het ruim van de Terra Nova, een historisch binnenvaartschip dat speciaal voor de gelegenheid aan de kade in Lage Zwaluwe lag afgemeerd. Waar alle deelnemers het over eens waren, deze bijeenkomst was een succes en voor herhaling vatbaar. Het brengt mensen met passie voor de Biesbos nader tot elkaar. Samen werken aan het juiste evenwicht voor dit bijzondere natuurgebied blijft een kwestie van balanceren in de Biesbos, zoals ook de titel is van de gezamenlijke visie. Om het rioolstelsel klaar te maken voor de toekomst gaat de gemeente een aantal maatregelen nemen. Om te zorgen dat er in de kern van Maden minder wateroverlast ontstaat, moet de diameter van de overstortleiding die tussen Acaciastraat 16 en 18 en het achterliggende park ligt, groter worden. Komende tijd voeren medewerkers van aannemersbedrijf Den Ouden een aantal onderzoeken uit. De verwachting is dat de vergroting van het riool in de periode februari tot en met april wordt uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de benodigde vergunningen en de levering van bouwmaterialen. Staatsloterij doet een uiterste poging om winnaars van de oudejaarstrekking 2021, die zich nog niet hebben gemeld, te vinden. Het gaat om de winnaars van 2 elektrische minis en 1 winnaar van een halve mini, die tot nu toe hun prijs nog niet hebben verzilverd. Ze hebben tot 31 december de tijd om dat alsnog te doen. Staatsloterij doet daarom een laatste poging om de winnaars op te roepen hun winnende loten in te leveren. Een van de winnende loten is in Breda verkocht. Stel dat dat nu een inwoner van onze gemeente is. Om een prijs op te halen moet de winnaar zich met het oudejaarslot melden bij een verkooppunt van Nederlandse Loterij. De gemeente organiseerde op 22 november samen met het regionaal energieloket Drimmelen een inkoopactie voor het isoleren van woningen in onze gemeente. Deze actie ging over spouwmuurinsulatie, vloerisolatie en isolatieglas. Heeft u de bijeenkomst gemist? Bij de gemeente, het regionaal energieloket en het isolatiebedrijf kunt u ongetwijfeld uw vragen stellen. Vorige week was de week van de mantelzorg. Stichting Welzijn en Ondersteuning heeft voor mantelzorgers een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Dat varieerde van theeproeven tot yoga,
schilderen tot bierproeven, chocolade maken of een museumbezoek. Een van de vele activiteiten in deze week was een bezoek aan de eendenkooi in onze gemeente. Mensen hebben elkaar daar ontmoet en ongetwijfeld hun verhalen gedeeld. Hopelijk hebben de mantelzorg zich ook een keer heerlijk kunnen ontspannen. Op dinsdag 15 november is het schoolrestaurant De Kemp van het Dongemond College in Maden heropend. Vorige week hebben we dit al als nieuwsitem in 42 Actueel gebracht. We hebben hiervan een korte beeldimpressie gemaakt die we u niet willen onthouden. Wij zitten in het derde leerjaar en hebben we zorg gekozen. Hebben jullie zorg gekozen? Ja. En dit is dus de zorg om ervoor te zorgen dat mensen een lekkere maaltijd krijgen? Ja. En het is ook een beetje een sociaal aspect, denk ik. Ja, dus dat is wel dat mensen niet alleen zijn, hè. Ja, dat ze gewoon gezamenlijk met elkaar kunnen eten. Heel goed. Ja. Nou, ik vind het prima initiatief. Ja. Wat voor soep ben je aan het maken, dames? Tomatensoep. Tomatensoep. Ja. Oké. Okay. Ja, dat en dat is hier, de meiden van de refs. Hier hebben we refs gemaakt. Dus er is echt behoefte aan en heel fijn dat jullie dat doen en combineren met onderwijs aan de met de leersituatie. Ja, hartstikke mooi. Nou, dank u wel voor de mooie woorden en die al binnenkwamen lopen van wanneer gaat het restaurant weer open. Dus we hebben gewoon goede moed dat de ruimte die we aanbieden met onze leerlingen voor die lunch, dat helemaal goed gaat komen. Dit was dan weer 42 Actueel. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drummelen? We zien u graag weer volgende week.